geraakt. Lazar. Ja, had moeten geven aan Nico. En dat is ook al een paar keer gebeurd. Lazar niet al te best aan de match begonnen. Balikwisha ook weer goed meegeven met Bataille. Dat is een goede voorzet. Ekkelenkamp. Geweldige goal is dat van Antwerp. Top goal. Uitstekende aanval. Jurgen Ekkelenkamp kopt Antwerp hier na 20 minuten op voorsprong. Met een aanval uit het boekje. Beter kan je het niet uittekenen. En vooral de manier waarop Bataille die voorzet mooi schept. Ja, daar moet je maar op inlopen. Zeker misschien een beetje oneerbiedig en binnenkoppen. Ja, absoluut. En dat is dan dat is het balverlies van Lazar. En dan het omschakelingsmoment. Bataille de overlap. En kijk eens van waar hij moet komen. Dat ook volhoudt tot op het einde. En dat is dan het voordeel van al heel lang op die linkerkant te staan. Dat je niet meer denkt van ja, ik moet kappen en met mijn rechts ervoor zetten. Nee, hij trapt ze nu gewoon met links. En hoe perfect op het hoofd van Ekkelenkamp. Mooie goal Antwerp. En wat we al zeiden, de nul houden, dat is niet bepaald de specialiteit van Union Saint-Gilloise.